Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Dus wat trekt u in Zuid-Amerika? Ik ben ooit in de voetsporen van Bruce Chapman. Dat is een Engelse schrijver. En naar aanleiding van zijn boek The Songlines ben ik naar Australië gegaan. Daar ben ik werkelijk in zijn voetspoor getreden. En dat is het begin van mijn hele carrière geweest. Want al het werk wat ik heb gemaakt, dat had daar verbinding mee. Maar het tweede boek wat ik aan het voorbereiden was van hem om in zijn voetsporen te treden, dat was In Patagonia. En daarmee zou ik door Patagonië gaan. Maar dat is nooit doorgegaan. Maar dat wilt u dus nog wel doen? Ja. Dat zit er nog wel in, ja. Ja. Nou, en de reden waarom ik dat niet heb gedaan, dat is omdat ik op dat moment vader werd. Oké, nou, ook leuk. Dus ja, dat was ook leuk, ja precies. Hoeveel kinderen heeft u? Ik heb er twee. Okay. Een zoon van 22 en een dochter van 16. Ja. Ja. En u was ook in Charles Darwin's voetsporen, toch? Maar een, ja. Een programma van de AVRO, als ik het goed heb. VPRO. VPRO, ja. En nou, dat lijkt me ook wel heel speciaal als u dan. Want het was op stad Amsterdam, toch? Met, ja. Met zeilschip, ja. En wat vond u nou het mooiste aan die reis, zeg maar? Wat is u echt bijgebleven? Ik wilde altijd al heel graag een keer met een clipper naar Australië toevaren. Vanuit Engeland. Omdat dat waren de reizen die er vroeger altijd gedaan werden. De races trouwens ook met clippers. Om de wereld, om daar goederen te halen en of te brengen en dan weer terug. En toen werd me aangeboden door de VPRO om mee te varen op die clipper. Dat was dan onder Australië. En dat was naar aanleiding van het feit dat ik heel veel van mijn werk gaat over evolutie. En als je aan evolutie denkt, dan kom je terecht bij Darwin. In de voetsporen van Darwin. Dus nou, ik denk dat het een combinatie was van alles wat eigenlijk perfect was. Wat in al die jaren hier naartoe ging. Dat is een onderdeel van mijn werk. Onder het land waar ik het meeste vanaf weet en waar ik elk jaar naartoe ga. En op een clipper. En die clipper staat Amsterdam is echt het meest schitterende schip wat er is. Ja, heel indrukwekkend. Ja. Ja, ja. Dus alles kwam samen. En het leuke is dat op dat schip tijdens die reis. Daar was ik scheepskunstenaar. Dus aan boord was ik aan het werken. En heb ik ervaren wat Darwin toen ook daar heeft ervaren. Want wat dat betreft is er qua zeilen dan niks veranderd. Nee. Ja. En wat u schildert heel veel voor portretten, maar ook landschap en dieren. Wat vindt u nou het leukste om te schilderen? Voor mij zijn portretten, landschappen, dieren allemaal hetzelfde. Okay. Het is, als ik naar een persoon kijk, kijk ik naar een landschap. Of als ik naar een landschap kijk, kijk ik naar het karakter van het landschap. Het enige wat je moet doen is je verdiepen in het onderwerp wat je voor je krijgt. Of dat nou een vogel, een landschap of een mens is, dat maakt niet uit. En kijken of je door de buitenste laag heen kan kijken, want er is altijd wat verborgen. Als je naar een landschap kijkt, kun je zien. Dan denk je van oké, dit is een landschap. Maar je kunt ook kijken van wauw, jezus, dit is een heel oud landschap. En je ziet dat het heel lang al door mensen is bewerkt. En je ziet dat het water daar geulen heeft getrokken. En, nou, dus dan ga je steeds verder, steeds dieper in die lagen van de natuur, maar ook van mensen of van vogels kijken. En heb je dat altijd al gedaan? Dat heb ik altijd al gedaan, ja. En het wordt alleen maar sterker. Ja, dat vond je dat vroeger niet heel moeilijk? Wat zeg je? Vond je dat vroeger toen je net begon met schilderen en tekenen? Maar toen wist ik nog niet precies dat ik daarmee bezig was. Dus dat is iets, gewoon een normale, natuurlijke interesse. En dan merk je dat je, hoe langer je dat doet, hoe dieper je erin gaat. Als voorbeeld, ik reis al 28 jaar door Australië. En sinds 3 jaar ben ik me gaan verdiepen in de geologie van het land. Hoe is het ontstaan? En nou blijkt dat de kaart van de geologie, zoals die zeg maar, zoals het continent ontstaan is, helemaal te leggen is over verspreidingsgebieden van vogels. En dat betekent dat er bijvoorbeeld in het binnenland is er 200 miljoen jaar geleden is er een zee geweest. En die heeft lagen, zijn erin afgezet op de bodem.
En dat zorgt ervoor dat er op die plek nu een ander soort vegetatie is dan alle plekken die droog zijn gebleven. Dus je kijkt naar het landschap en je ziet, er is wel een verandering, maar je weet niet waarom. Nou, door deze kennis van de geologie weet ik nou waarom het er anders uitziet. En begrijp ik ook waarom er dan op dat moment andere vogels zitten. Die leven van andere zaden die op de andere gronden niet voorkomen. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Vogelcollectie gaan schilderen omdat het een onderdeel werd van mijn evolutieproject. En wat is uw favoriete vogelsoort? Dat is deze, ja. Australian Magpie. Okay. Het is een hele slimme vogel, kraaiachtig. Een van de vogels die, waarom ik ook ben begonnen om die serie te maken, en dan denk je vogels en evolutie. Ik was in de woestijn en waren we daar aan het rondtrekken en op een gegeven moment kwam er een vrouw die aan het meereizen was, die kwam aanrennen, helemaal bebloed voorhoofd. En wat was er gebeurd? Deze vogels zijn hun territorium heel erg sterk aan het verdedigen op het moment dat ze een nest hebben. En op dat moment, als ze een nest hebben, dan vallen ze mensen gewoon aan. Ze komen van achteraan vliegen en pikken op je voorhoofd met die haak, zo'n gat erin. En daar staan ze bekend. En toen dacht ik van, je kunt dat ook doortrekken naar de evolutie. En dan kun je denken van, de vogels gaan zich afzetten, of gaan zich verzetten tegen de mensheid. En je weet nog niet wat daar verder uit gaat komen. Maar ze gaan zich eindelijk verzetten. Dus dat is een nieuwe evolutie. En je weet nog niet wat daaruit gaat. Ik ben benieuwd. Ja. Kunt u ook iets vertellen over de gezichten die om de vogel heen zitten? Bij dit schilderij. Een half jaar heb ik tussen de Aboriginals gezeten. En daar heb ik echt tussen geleefd. Dat is inmiddels alweer 25 jaar geleden. En bij Aboriginals is het zo van, zij vertellen verhalen. En in die verhalen krijg je een overlevering van het gebied waar zij leven. Om in dat gebied te kunnen overleven, moet je de kennis hebben van het gebied. Als je die kennis niet hebt, dan ga je gewoon dood, want het is echt heel erg woest en droog en onherbergzaam. Nou, op het moment als zij over bepaalde gebieden vertellen, dan vertellen ze bijvoorbeeld over een vogel die daar een landing heeft gemaakt. En precies op die plek waar die geland is, daar zie je een waterplaats. En op die waterplaats is dan iemand naartoe gegaan en dat komt in het verhaal dan weer voor. Nou, vertellen ze dus in het verhaal over die vogel. Die vogel die komt voor op die plek. Je weet dat er water is. En je weet dat er bepaalde mensen uit jouw familie voor jou daar naartoe zijn gegaan. En nou kunnen ze in hun verhalen kunnen ze vertellen over die persoon. En dan weet je eigenlijk dat ze het hebben over die waterplaats. En dat ze het ook meteen over die vogel hebben. Dus alle dingen zijn inwisselbaar. Dus ze kunnen het ook over die waterplaats hebben. En dan hebben ze het eigenlijk over die persoon. Of ze hebben het over die vogel. En ze hebben het over die... Nou, goed. Ik heb nu allemaal gezichten hieromheen gemaakt. Van mensen die voor mij in Australië een bepaalde rol heb gespeeld. Dus als ik kijk naar een van deze gezichten, dan denk ik aan de plaats waarin ik bijvoorbeeld deze mensen heb ontmoet. En dan weet ik ook precies welke vogel daarbij hoort. En als ik aan die vogels denk, dan zie ik eigenlijk ook deze gezichten vormen. En tussen al die gezichten zitten, ik zeg maar, mijn eigen kinderen, want die heb ik meegenomen naar Australië. Maar ook bijvoorbeeld iemand die jullie misschien van de televisie kennen, Redmond O'Hanlon, die heb ik op het schip ontmoet. En dat is dan uiteindelijk weer iemand geworden die dicht in mijn
wereld is gekomen. Dus al deze mensen die hebben weer een verbinding met Australië. En op die manier vertel ik zeg maar, het Aboriginal verhaal op mijn westerse manier. Maar voor iemand die dat niet weet, die kijkt gewoon naar een vogel. Of die kijkt naar een gezicht en die weet, ja, niet. En ik vind het belangrijk dat, ondanks dat je de verhalen niet kent, dat het toch interessant is om naar te kijken. Want laten we zeggen, over 100 jaar is het verhaal misschien weg. En dan moet het toch nog mooi zijn, of interessant genoeg zijn om naar te kijken. Ja. En u zei dat u, zeg maar, dieper naar een landschap kijkt, bijvoorbeeld naar een portret. Maar denkt u dat dat ook is wat u zo succesvol maakt, zeg maar? Nou, ja, dat weet ik niet. Nee, ik kan wel zeggen dat ik, voor zover ik weet, niet vergelijkbaar met iemand anders. Ik ken niemand die werkt zoals ik werk. En, nee, maar dat maakt het ook wel moeilijk soms. Want dat betekent dus dat je niet in een bepaald hokje te plaatsen bent. En dat je dus met, ik zeg maar, binnen de Nederlandse kunstwereld moeilijk aansluiting krijgt. En dan moet je dus gaan kijken in het buitenland. En nou ja, dan merk je dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar, mijn werk sluit meer aan in Engeland en Italië en in Australië. Mm-hmm. Ja. Nou, ik vind het erg mooi. Okay, dankjewel. Ja, heel ander onderwerp, maar hangt u uw eigen schilderij ook in uw eigen huis? Ja, ja. We hebben thuis een aantal Aboriginal schilderijen die ik mee heb genomen van de reizen. En ik heb een aantal werken van mensen die ik zeer bewonder. En de rest zijn eigenlijk allemaal, ik zeg maar, mijn eigen schilderijen. En dat is omdat ik enorm geniet van mijn eigen werk. Ernaar kan kijken. En elk werk wat ik maak moet altijd het beste zijn, althans daar streef ik naar het beste wat ik ooit heb gemaakt. Dus als ik dan na 10 jaar terugkijk op een werk en dan denk ik, poeh, jeetje, dat zou ik nou niet meer maken. Maar dan kan ik altijd nog denken van, ja, maar het was toen het beste wat ik ooit kon maken. Dus dan blijft het altijd goed genoeg. Ja. En op die manier kan ik me omringen met oud werk ook. Hey, brother. Ik ben begonnen met schilderen. Ik heb mijn hele leven getekend. En ik ben begonnen ik zeg maar eigenlijk altijd naast mijn opa zitten. En die vertelde over de schilderijen, want hij had een hele grote verzameling schilderijen. En die vertelde dan over de schilderijen. En we maakten lange wandelingen door het bos. En dan vertelde hij over de natuur. Dus dat is een hele belangrijke basis voor, ja, waar je dan later. Ja, op die manier kun je erop terugkijken en dan denk ik van, oh ja, dat zat er dus toen al in, zo. Dus zo ben ik begonnen eigenlijk met schilderen, of althans met tekenen. En dat is altijd door blijven gaan, ik ben daar ook gestopt. En heb je de kunstacademie gedaan? Ik heb in Den Haag ook de kunstacademie gedaan, de Koninklijke Kunstacademie. Ja, en het leuke was dat de leraren zeiden, elke keer van, je ziet er niet uit als een kunstenaar. Je praat niet als een kunstenaar, je denkt niet als een kunstenaar, je bent geen kunstenaar. En van de 40 leerlingen die begonnen in het eerste jaar, waren er nog maar 4 over aan het eind die eindexamen hebben gedaan. En van die 4 ben ik de enige professioneel kunstenaar geworden. Dus ja, gewoon doorgaan. En hoe lang schilder je al professioneel? Ik schilder nu al 28 jaar professioneel. En vindt u dat elke tekening of elke schilderij kunst is, ook al is het niet gemaakt door een professionele schilder of schilder? Dat kan, ja. Ik zeg maar, wat ik altijd zeg is van, stel je voor dat jullie een tekening aan het maken zijn. En je stopt daar echt werkelijk alles in wat je kunt. Hè? Echt, je probeert daar het mooiste van te maken. Wie is dan degene die daarover mag oordelen? Dan ben je alleen maar zelf. Als je hem zelf goed vindt, en dan moet je, ik bedoel, ja, waar leg je de grens van wat is goed? Sommigen leggen hem te hoog en dan is het nooit goed. Ik ken een heleboel collega's die vinden hun werk nooit goed.